Ik vind het best wel een beetje onbeleefd dat hij niet op mij reageert. Je kunt er gewoon even reageren. 18. Ja, laten we dat volgende keer proberen, Mo. Tot volgende keer. Maar moet ik even langskomen of... Maar deze meneer die laat mij gewoon aan de telefoon hangen omdat hij serieus echt boos is of zo. Ja, eigenlijk alleen nog maar bij een leuk bedrijf wil werken. Dus vandaar. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat superveel is aangevraagd en wat ik eigenlijk een jaar geleden gewoon nog bijna elke maand deed. Ik ga mij vandaag namelijk weer ziek melden bij bedrijven waar ik helemaal niet werk met hele bijzondere redenen. Vind je de video leuk? Doe dan zeker weten even een duimpje omhoog. Vergeet je hieronder ook niet te abonneren. En let's get started! Ik ga me dus vandaag weer ziek melden bij bedrijven. En ik ga vandaag weer zoals altijd 3 bedrijven bellen en daar 3 verschillende redenen geven waarom ik niet kan komen werken. Ik heb alle redenen deze keer weer via Instagram voor jullie binnengekregen. Dus heel erg bedankt voor alle redenen. Ik heb de 3 redenen gekozen die het meeste geliked waren en ik vond de redenen super leuk. Wil je nou de volgende keer ook een reden insturen of meestemmen met andere dingen? Volg mijn Instagram dan even BoPotman. Ik heb alweer genoeg gepraat. We gaan snel beginnen met reden en bedrijf nummer 1. Reden nummer 1. Reden nummer 1 is, ik kan niet komen werken vandaag omdat een van mijn nieuwe voornemens is dat ik elke dinsdag voor de open haard moet gaan zitten. Nou, dit is dus een hele leuke reden om te vertellen als reden dat ik niet kon werken. Het is vandaag trouwens vrijdag dat ik deze video opneem, dus daarom ga ik ook gewoon zeggen van... ja, ik kan vandaag niet komen werken, want mijn nieuwe voornemen is dat ik elke vrijdag voor de open haard moet zitten. Ik ga voor reden nummer 1 een supermarkt bellen, dus let's go! Goedenavond, ik spreek met Anne. Ik had even een vraagje. Kan ik misschien doorverbonden worden met degene die gaat over de vulploeg? Ja, dat ben ik ook. Oké, want ik zou vanavond moeten komen werken. Het is mijn eerste werkdag. Ik was namelijk in december ergens bij jullie op sollicitatie geweest. Maar ik kan vanavond niet komen werken omdat ik zeg maar een nieuw voornemen heb. En dat is dat ik elke vrijdagavond voor de open haard moet zitten. Oké, en wat is je naam ook alweer, zei je? Anne. Ik ga het voor je doorgeven. Ja? En wanneer zou je wel kunnen komen? Ja, ik had in principe nog geen dagen doorgekregen, omdat dit mijn eerste werkdag was. Ja. Maar hoe gaan we dat doen? Moet ik dan nu met u even een nieuwe datum afspreken of? Met wie heb jij een sollicitatiegesprek gehad? Even denken. Heb je ook het nummer van? Denk het niet, want ik heb net een nieuwe telefoon, dus ik ben heel veel nummers kwijt. Dus vandaar dat ik ook even zo belde. Ja, heb je wel pen en papier bij de hand dat je zijn nummer kunt opschrijven? Ja, heb ik bij de hand. Ja, dan geef ik even zijn nummer. Dan kan je hem berichten wanneer je je eerste werkdag kan halen. Ja, is goed. Ja? Ja. 06? Ja? Oké, super, dankjewel. Dan ga ik hem even berichten, ja. Is helemaal goed. Oké, dankjewel. Fijne avond. Hetzelfde, doeg. Doei. Wow, deze jongen was serieus zo aardig en hij maakte er ook helemaal geen probleem voor, maar volgens mij hoorde hij mijn reden ook niet helemaal. Maar hij vroeg aan mij, wat was je naam ook alweer? En ik zat echt van, wat voor naam heb ik gezegd? En ik dacht van, volgens mij zei ik Anne, ik weet het niet zeker. Maar goed, ik heb dus het nummer van de vakkenvullmanager of van de manager, ik weet niet van wie. En ik heb natuurlijk niet opgeschreven of opgeslagen. Maar goed, deze jongen was super lief en reden nummer 1 is daarom zeker weten geslaagd. We gaan snel door naar reden nummer 2. Reden nummer 2 is ik kan niet komen werken omdat mijn voornemen voor 2019 is dat ik bij een tof bedrijf ga werken. Oftewel, dat betekent dus dat het bedrijf waar ik dan nu zogenaamd werk, ik dat helemaal niet leuk vind. Want ja, ik kon niet werken dus. Oké. Ik heb ervoor gekozen om een supermarkt te gaan bellen met dus reden nummer 2 dat ik niet meer kon werken. Omdat ik dus eigenlijk bij een tof bedrijf wil gaan werken. Want dat is tenslotte mijn voornemen voor 2019. Dus ik ga gewoon eentje bellen. Goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Anne. Ik had even een vraagje. Ik zou vandaag mijn eerste werkdag bij jullie hebben. Maar ik kan helaas niet komen omdat ik ik had in december volgens mij sollicitatie bij jullie gedaan. Maar ik heb in 2019 een nieuw voornemen gedaan. Dat ik eigenlijk alleen nog maar bij echt een leuk, dus tof bedrijf wil gaan werken. Nou, oké, super. Dan gaan we het gewoon lekker doen inderdaad. Maar moet ik me dan nog ergens afmelden of? Nee hoor, niet nodig. Heb je bij deze gedaan. Oké, super. Dankjewel. Doeg. Oké, dit was serieus het kortste, gekste gesprek ooit. Maar bij deze was natuurlijk de reden niet echt goed geslaagd. Dus we gaan gewoon nog eentje bellen. Goedenavond, ik had even een vraagje. Ik spreek met Anne. Ik was op zoek naar degene die gaat over de vulploeg. Degene die gaat over de vulploeg? Ja. Wat is je vraag? Oh, sorry, ik hoorde u niet. Ik wilde me namelijk afmelden, want ik had in december weer jullie sollicitatie gedaan. Maar ik heb voor 2019 een nieuw, ja, hoe zeg je dat, voornemen afgelegd voor mezelf. Want ik eigenlijk alleen nog maar bij een leuk bedrijf wil werken. Dus vandaar. Hallo? Hallo? Ik wilde mij graag afmelden. Meneer, bent u er nog? Of heeft u opgehangen? Oké, ik heb even het geluid op stil gezet. Maar deze meneer, die laat mij gewoon aan de telefoon hangen omdat hij serieus echt boos is of zo. En hij zegt gewoon niks meer. Ik vind het best wel een beetje onbeleefd dat u niet op mij reageert. U kunt er gewoon even reageren. Oké, deze man heeft mij serieus gewoon... Hij neemt eerst op, ik leg mijn reden uit en hij zegt gewoon vervolgens niks meer. Ik hoor hem gewoon hoesten op de telefoon. Ik hoor hem gewoon van alles doen, maar gewoon niet reageren op mij. Dus ik denk dat hij er vrij snel klaar mee was. Maar goed, ik heb dus reden 2 geprobeerd bij 2 bedrijven en beide reacties waren best wel gek. Dus we gaan snel door naar de laatste reden, reden nummer 3. Reden nummer 3 is best wel een leuke reden, namelijk ik kan niet komen werken omdat ik geen kleren meer heb. Want al mijn kleren die zijn echt zo 2018, dus ik moet eerst even gaan shoppen. Ik denk dat ik voor deze een fastfoodketen ga bellen, dus let's go! Goedemiddag, ik spreek met Bo. Ik had even een vraagje. Ik heb in december bij jullie gesolliciteerd en vandaag zou mijn eerste werkdag zijn. Maar ik kan niet komen werken, want al mijn kleren zijn zeg maar een beetje gewoon van 2018. Dat ziet er gewoon niet uit. En ik wil wel graag op mijn eerste werkdag... Wat zegt u? Hoe zou je normaal gesproken werken? Volgens mij moest ik beginnen om 6 of 7. Ik weet het niet helemaal zeker, omdat ik niet thuis ben. Dus ik kan niet mijn agenda kijken. Oh, één moment. Ik ga het aan mijn collega vragen, ja? Is goed. Mevrouw Bouwen, zei je toch? Ja. Oké. Goedendag. Goedemiddag, ik spreek met Bo. Ik had even een vraagje. Goedendag Bo. Ik moest vandaag komen werken. Bij jullie. Waar moet je werken Bo? Bij jullie. Bij wie? Bij de McDonald's. Welke McDonald's? In Rotterdam. Sorry? In Rotterdam. Welke? Korte Lijnbaan. Oké. Maar je kan niet komen. Nee, want ik wou gewoon een goede indruk maken en met een beetje leuke kleren komen op werk. Alleen, ja, al mijn kleren zijn 2018. Laten we dat volgende keer proberen, Bo. Tot volgende keer. Maar moet ik even langskomen of... Oké, het was serieus. Ik probeerde echt gewoon... Je zag op een gegeven moment al dat ik best wel dicht met mijn telefoon naar jullie toe ging. Omdat ik hoopte dat jullie het konden horen. Omdat het op de achtergrond daar super luidruchtig was. Omdat ze blijkbaar denk ik gewoon in de zaak zelf stonden en niet even in een hokje gingen. Maar eerst was er dus een meisje en die luisterde niet echt naar mijn reden. En toen kwam dus die jongen en volgens mij had hij wel vrij snel door dat het een grapje was, zeg maar. Want hij zei ook de hele tijd, hoi Bo, hoi Bo, hoi Bo. Ja, wat is er Bo? Ja, wanneer moet je werken Bo? Ja, wanneer zij moet werken? En ik dacht van, oké. Maar ik was vergeten een andere naam te zeggen. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Reden 3 is ook zeker weten geslaagd. Ik vond het weer heel erg leuk. Maar helaas was dit al wel weer de laatste reden. Dit was dan weer de video. En vond je de video leuk? Doe dat zeker weten even een pluimpje omhoog. Vergeet je gewoon ook niet te abonneren op mijn kanaal. En wil je nou nog meer van mij zien? Dan kan je me zeker weten ook volgen op Instagram. Dat zou ik super leuk vinden. Ik wil heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!